Hey, happy Saturday. Is het bij jou ook zo ongelooflijk somber, donker, regenachtig weer, net als bij mij in Nijmegen? Ik merk dan dat ik ook niet heel graag naar buiten ga. Ik probeer iedere dag naar buiten te gaan, maar er zijn van die dagen dat het niet echt heel erg lukt. Nou, dit gaat waarschijnlijk zo'n dag worden. Ik zit lekker te werken achter mijn computer aan de volgende masterclass. Veilig detoxen. Ongelooflijk belangrijk onderwerp. Komt in juni beschikbaar. Maar ik wil heel even laten zien wat ik dan doe als het zo'n sombere, donkere dag is. Dan zet ik namelijk mijn daglichtlamp aan naast mijn computer. Ik zal hem je even laten zien. Kijk, dit is hem. Zie je hoeveel licht hij dan geeft? Dat is eigenlijk zo'n daglichtlamp, geeft 10.000 lux. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met zoals je overdag buiten zou lopen. En officieel hoef je daar maar een half uurtje naast te zitten. Ik doe dat in de winter iedere ochtend. In de voorjaar en de zomer, als ik veel buiten ben, gebruik ik hem eigenlijk niet. Maar omdat het nou zo'n sombere, donkere dag is en eigenlijk al hele voorjaar een beetje somber en donker is, heb ik hem gewoon nog op mijn bureau gezet. En zit ik op deze regenachtige zaterdag lekker te werken. Het zou natuurlijk beter voor me zijn als ik wel naar buiten zou gaan. Maar ik weet dat ik straks heel even een boodschap moet gaan doen. Dus ik ben er toch nog wel even uit. Maar het wordt geen lekkere lange wandeling vandaag. Dus geef ik mezelf een portie zonlicht met zo'n daglichtlamp. Nou, misschien ook een idee voor jou in dit donkere, sombere, beetje natte voorjaar. En hopelijk gaat heel gauw de zon schijnen en kan die gewoon weer de kast in. Nou, dacht ik, deel deze tip even met je. Zorg heel erg goed voor jezelf. Er is maar één persoon die dat werkelijk echt goed kan doen. En dat ben jij.